Wie een lekker frietje wil, komt er hier zomaar niet meer in. Snackbar Tammy's in Tilburg doet namelijk mee met een proef met een zogenoemd magneetslot. Hierdoor kunnen de mensen achter de toonbank zelf beslissen of ze iemand binnenlaten. Tamara van Erven van Snackbar Tammy's in Tilburg zei meteen ja. Ja, je hoort de laatste tijd wel steeds meer de overvallen op cafetaria's. Waarom? Je zult zeggen van mensen die pinnen tegenwoordig heel veel. Nou, dat is dus hier al sowieso het geval niet. En dat wordt allemaal cash betaald. Tamara heeft gelukkig nog nooit een overval meegemaakt. Toch neemt ze het zekere voor het onzekere. Ik zie van een afstand niet wie er voor mijn deur staat. Dus ik zal een lamp moeten hebben. Nou ben ik daarvoor aan het kijken. Een camera, een lamp die meteen de persoon in beeld brengt. De lamp schijnt aan. Die persoon wordt vastgelegd gelijk. En dan kun je ze geen binnen laten. Dus heb je eigenlijk dubbel een beveiliging. Wat heftig allemaal, ja. Voor een frietje. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, dat je een frietje komt halen, dat allemaal. Nee, je wilt wel voor jezelf de veiligheid wel staat op nummer 1. Alsjeblieft, smakelijk. Ja.